Ik ben Els van Laar. Ik geef hier les aan de richting apotheekassistent. Als je na een vierde jaar middelbaar kiest voor het vijfde jaar apotheekassistent, kan je in het vijfde en in het zesde jaar apotheekassistent afronden. Wat betekent dat je dan naast een hoop algemene vakken ook een aantal typische apotheekvakken hebt. Je kan apotheekassistent ook volgen in zevende jaar, in een stentiejaar, dus een specialisatiejaar, waar dat je de richting in één jaar kan volgen. Je moet in het bezit zijn van een middelbaar diploma. Dan heb je naast de typische apotheekvakken een groot basispakket aan wetenschappen. Een groot basispakket aan typische apotheekvakken houden vooral farmacologie in, dat is de geneesmiddelenkennis, aangevuld met galenica. En galenica is het effectief bereiden van de geneesmiddelen. Verder ga je nog farmaconosie krijgen. Farmaconosie is de geneeskrachtige werking van planten. Toxicologie, alles rond toxische stoffen en vergiftingen in een apotheek. Cosmetologie, de opbouw van de huid en het advies naar patiënten toe rond bepaalde huidtypes die beter zijn. Verder heb je nog dieetleer, communicatie en wetgeving. Tijdens je 300 uur durende stage in de apotheek ga jij de eerste helpende hand van de apotheker zijn. Wat houden je taken dan in? Op de eerste plaats ga jij patiënten mogen adviseren, geneesmiddelen mogen meegeven en een correct advies formuleren. Jij gaat ook bereidingen mogen maken, waaronder suppos, zalven, crèmes, pastas, gelullen, siropen, allerlei handen en ook een beetje administratief werk. Als je in een vijfde jaar apotheekassistent wilt instappen, heb je best wat interesse in wat wetenschappen. Je mag ook niet bang zijn van wat rekenwerk. Nauwkeurig werken mag je niet afschrikken. Als je graag omgaat met mensen en interesse hebt in de medische wereld, dan is de richting misschien wel iets voor jou.